Welkom in het Parktheater in Eindhoven. Onze gast vanmiddag is een gast die niet alleen een succesvolle cabaretière en zangeres is, maar ook een vrouw met een geweldige veerkracht. In haar jeugd werd ze jarenlang misbruikt door haar stiefvader. En over die periode schreef ze het boek Mijn Ware Verhaal. Ik ben blij dat vandaag de gast is in het Denkgrote Debat, Karin Bloemen. Dit zijn jouw studenten vandaag. Dag kinderen. Oma vertelt, zo voelt het een beetje. Ja. Je zat hier vorige week zaterdag ook. Nou, je zat niet, je stond vorige week zaterdag. Ja, ik stond enorm. Je hebt hier je programma gemaakt. Sorry, ik moet even corrigeren. Het was een grote zaal. Hè? Ja, natuurlijk. Dat was de grote zaal. Ja. Nee, als jij optreedt, is het de grote zaal. Vandaag hebben we een intiem gesprek, hebben we een iets intiemere ruimte. Als je naar die grote zaal rijdt, dan hebben we daar een beeld van. Maar hoe rij je dan vandaag naar dit gesprek, als we het gaan hebben over een ander onderwerp, een spannender onderwerp? Als ik theater maak, dan kan ik me zeer verheugen. En dan maken we muziek en dan probeer je de uitvergroting van jezelf te zijn door te toveren. En nu realiseer ik me ten eerste dat ik dat natuurlijk nu niet moet doen, want dan wordt het geëxalteerd en overdreven en dan gaat de geloofwaardigheid eigenlijk een beetje Maar dat spoortje loopt dus mee. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben zeker door het boek ben ik me nog meer bewust geworden van het verschil privé en werk. Weet je, Karin Bloemen thuis en Karin Bloemen op het toneel. En die twee kon ik vroeger niet zo goed uit elkaar halen. Dan wist ik niet wanneer wie nou aan het woord was eigenlijk. Nee. En zeker sinds ik het boek heb geschreven, realiseer ik me veel meer. Oh ja, dit doe ik om te kunnen toveren en dit doe ik om jou te kunnen vertellen wat belangrijk is. Jij gaat vanmiddag vertellen wat er belangrijk is. Ja. Er zit ook een wat jonger publiek vandaag. Je hebt met studenten het te maken. Ja, dat moet je goed doen. Wat zijn jullie jong? Ja. Ik realiseer me dat ik ben gewoon best oud. Ja, nou, maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Dat valt ook allemaal nee, best mee. Maar we moeten wel eventjes laten zien, denk ik, de veelzijdigheid die ze misschien niet allemaal op hebben kunnen pikken van deze zangeres en cabaretier. Ze hebben geen idee. Hoe ze hebben geen idee, maar zo meteen wel. Kijk maar even mee. Wij maken u alle dagen blij. Dingen die je lang niet zeggen kon of zeggen wou. En dan zo graag nog één keer zeggen zou. Wij een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slagman Peter, heel schoos en streeks. Ons eigen nood, ons weer al die dagen spreekt. Fuck off! Jezus. You got to work a little harder. You got to start where you should. Come on, then! En dit is omdat we geen tijd hebben, want we konden. Sorry. Je zit er zelf ook van te genieten, hè? Nee, maar ik vind het nog leuker om te kijken hoe zij kijken. Ja. Met die zo, what the fuck? Ja, dat vind ik leuk. Ja, dat is echt heel grappig. Wat gebeurt er als jij het podium opstapt? Op het podium ben ik volledig veilig. Dat zou Arthur Chapin een keer gezegd hebben. Klopt dat? Nou, Arthur Chapin die leerde me eigenlijk toen hij ik heb hem gevraagd van, goh, zou er iemand mijn verhaal op kunnen schrijven? Dus heeft hij heel lang over nagedacht. Weet jij iemand? Vroeg ik aan hem, want ik ken hem al vanaf mijn academietijd. En dus op een dag belde hij op en zei, ja, eigenlijk zou ik dat moeten zijn. En toen gingen we erover praten. En toen had hij eigenlijk één zo'n zinnetje wat me heel lang is bijgebleven. Namelijk, je bent veiligheid is het thema. Weet je, voor kinderen die zijn mishandeld en misbruikt thuis. Thuis hoort je veilige haven te zijn. Dat is het dus niet. En veiligheid is natuurlijk superbelangrijk. En hij zei van, je voelt je veilig
in de donkerste kast, de donkerste kamer van het donkerste huis, waar ze je niet kunnen vinden. En je voelt je het veiligst midden in het licht, waar iedereen je kan zien. En blijkbaar, dus je, blijkbaar kun je kiezen, weet je, voor die, welke veiligheid jou het veiligst lijkt. Ja, voor het licht gekozen. En ik realiseerde me toen ik voor het eerst op een podium stond, hey, dit is van mij. En als iemand me wat wil aandoen, dan is dat meteen zichtbaar. Ja. En duidelijk. Dus ik heb me nooit bang gevoeld op een podium. Terwijl, dat wist ik ook niet, maar even de angst nummer 1 bij de gemiddelde mens is spreken voor publiek. Ja. Nou, dat is toch bizar. Daar heb je geen last van. Ik dacht, hé? Maar waarom? Ja. De tweede is arachnofobie, oftewel angst voor spinnen. Dan ja. denk je ook... Nee. En pas de vierde of zo is angst om dood te gaan. Dan denk ik, nou, dat vind dat ik dan persoonlijk... Dat vind ik heel gek. Want ik... Nou ja, niet gek als je het zo vertelt dus. Heb je zelf nooit de neiging gehad om je terug te trekken, om naar die donkerste kast in die donkerste kamer te gaan? Oh, heb ik geprobeerd, natuurlijk. Maar dat vond ik helemaal een reet aan. Nee. Nee, dat vond ik dan. Maar dan. En daar werd ik ook slachtoffer van. Daar zit je met jezelf. Nou ja, weet je, het verschil tussen. Ik zeg heel vaak: ik ben niet het slachtoffer van mijn verleden. Ik ben de overlever van mijn verleden. Ik heb ook niet een carrière dankzij mijn jeugd. Ik heb een carrière ondanks mijn jeugd. Taal is hierin natuurlijk behoorlijk belangrijk. Ja. De laatste zag ik weer een heel interview met iemand die dan heel erg vanuit de kerk en van het verzorgingbrood. Ja, deze vrouw is natuurlijk heel geschonden geweest. Ik denk, echt waar, is dat, dat is zoals jij het noemt, geschonden. Wauw. En dan zeg ik, nou, sorry, maar dat vind ik gewoon niet het goede woordje. Nee. Zo voelde het niet. Nee. Het voelde iets harder, iets gemener, iets erger dan geschonden. En dat moet je soms gewoon eens zo benoemen. Dus ik ben van de duidelijkheid en van de theatraliteit natuurlijk ook wel. Ja. Maar vooral van zeg wat het is. We gaan die periode nog reconstrueren. Maar wat was het moment waarop jij van de duidelijkheid werd? Nou ja, gek genoeg. Best wel snel. Terwijl ik me dat achteraf, dat realiseer je natuurlijk pas. Ik weet toen ik mijn eerste echte vriendje, waar ik echt smoor verliefd op was, dat ik dacht, ik ga gewoon vertellen wat er is gebeurd. Anders gaat hij de helft van mijn reacties niet begrijpen. En als je eerlijk zegt, nou ja, ik ben het slachtoffer, toen voelde ik me echt het slachtoffer van, of ik heb dat ervaren. En dan was het heel raar. Ik werd dan, als ik erover praatte, heel koud en heel kil en heel afstandelijk. En hij zat te huilen. Ik denk, nou, ook heel erg. Stel je niet zo aan. Ja, het is mijn verhaal. Doe even normaal, man. Weet je wel, zo erg is het. Weet je wel, dus je moet nog heel veel leren in het begin om echt te benoemen wat het echt is. Ja. En wat het echt voor een mens betekent. En daar ben ik natuurlijk, nu ik zoveel ouder ben, wel veel dichterbij. Ja. Veel meer dichterbij gekomen, ja. Zeker. Praat ik te veel al? Nee, ja, daar hebben we, hebben we jou echt voor uitgenodigd. Oh, gelukkig. Ja. We gaan praten over de tijd dat je kind was. Maar je hebt ook nog op de kleuterschool gezeten. En daar had je al een vriendje. Nou, dat vriendje kennen we allemaal. Die laten we nu even aan het woord. Die heeft geen introductie nodig. Als we ons vroeger thuis kwamen, of wij gingen wel eens naar het strand, of we gingen fietsen, of met de Brommerweg. Dan zei mijn moeder, nou, is dat nou echte Karin? Zei mijn moeder altijd. Of is dat nou, speelt ze nou weer een rol? En dan kwam ze binnen met allemaal tassen. En heel druk, hij schat. En dan allemaal. Ja, achteraf zeg je natuurlijk, dat heeft ze dingen daarmee willen verbloemen. Ben Kuit was een kermisfotograaf. En dat was wel een oude flirter. En ook een beetje een viezige man met een grote snor. En een stoppelbaardje en een bril. Maar dat was ook een. Hij kon heel goed fluiten. Hij had een fluitje bij zich. En dan floot hij naar alle vrouwen toe. En het was natuurlijk een vrouwengek van die Tokio. Maar dat je, als je het boek leest en dan dat die meiden zo bang waren bij elkaar kropen, dat je dacht, oh, niet weer. Dat je denkt, is er nou niemand geweest die dat gezien heeft? En het erg is dat haar moeder is overleden, een paar jaar geleden, maar dat daar nooit een excuus van is gekomen. Dat kan ik niet begrijpen. En het is niet uit te leggen. Als je krijgt er helemaal kippenvel van, ik word er akelig van. Maar goed, het is nogmaals, ik heb het nooit gemerkt. Respect voor Karin, hoe ze het leven heeft ingevuld en het een plek heeft gegeven en ja, door alle duisternis heen toch geworden is wie ze is. Want het is een ongelooflijk lieve mens. Het is ten eerste een ongelooflijk harde werker. Het is een hele sociale vrouw die heel veel voor anderen over heeft. Ik wens je alle goeds, heel veel liefs en een dikke knuffel van Geer. Love you. Wat hoor je hem zeggen?
Kijk, je hoort natuurlijk ook iemand... Want dat hadden mijn vriendinnen toen ik het eerste boek, vooral van Arthur Chapin... Toen hoorde ik ook vriendinnen echt zeggen... Maar ik wist het helemaal niet. En dat is natuurlijk ook niet... Je bent niet 14 jaar en je loopt... Je vier ateneumklas binnen zegt, nou jongens, wat ik nou heb. Nee. Het is natuurlijk niet een opschepdingetje. Plus al die angst en die onzekerheid en dat schuldgevoel, je loyaliteit, je schaamte. Vooral schaamte is natuurlijk een ontzettend belangrijk issue met misbruik binnen het gezin. Je denkt ook, en dat merk ik ook in al de reacties die ik gekregen heb na het schrijven van mijn boek, dat heel veel vrouwen denken, ik heb het over mezelf afgeroepen. Het is mijn eigen schuld. Weet je waar dat vandaan komt? Hoe kan dat nog gebeuren? Van afstand denk je, nou, hoe is het mogelijk? Maar hoe kan dat een mechanisme zijn? Ja, omdat er zijn natuurlijk... Ik zag bij de MeToo-discussie op televisie, was bij Matthijs van Nieuwkerk of zo, zat zo'n vrouw. Ja, dan zeg je toch gewoon nee? Je denkt, wauw. Dat kun je niet zeggen. Zeker niet als het je niet overkomen is. Je kunt niet zeggen tegen een kind van 7. Dan zeg je toch gewoon nee? Dat is onbestaanbaar. En even voor degene dus die dat dus niet... Dus je schaamt je omdat je geen nee hebt gezegd. Je hebt het wel gezegd. Maar nee is niets waard. Nee. Ik bedoel, een kind van 7, sowieso als het je eigen vader is... Ja, als jouw vader zegt, ga daar zitten, doe je het. Als je vader zegt, eet je bord leggen, ga je doen. Als je vader zegt, ga even liggen, doe je het. En als jouw vader zegt, je moet even je mond houden... want ik ga nu iets doen, daar gaan we nooit over praten, dan doe je dat. De autoriteit bepaalt wat jij wel of niet als kind accepteert als normaal. En pas later kom je erachter dat het helemaal niet normaal is... en dat het pijn doen ook helemaal niet normaal is... en dat wat hij wil ook helemaal niet normaal is. Maar jij hebt geen nee gezegd, want ja, hij zei dat het moest. Snap je? Dus je schaamte, dat slaat zich ook terug op jezelf... omdat je denkt, ik had iets moeten doen. En wat je bij Gerard hoort, is natuurlijk ook... waarom heb ik dat niet gezien? Waarom heb ik niet gemerkt? Je denkt altijd dat je een grote intuïtie hebt... en dat je wel aanvoelt als iets fout is. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is wel zoals hij spreekt over... ik kan hem niet nadoen, dat ga ik ook niet proberen. Hè? Maar bij jullie is alles te mooi en een giller... en iedereen is een schatje... Het lijkt, als je hem hoort, bijna jouw broer. Ik dacht eerst, dat is gewoon uit Schagen. Zo praten ze daar. Maar het is echt van jullie dus. Ja, het grapje tussen mij en Geer is altijd van... ik weet niet wat mijn vader en jouw moeder, dat klopt iets niet. Nee, wij kennen elkaar natuurlijk al vanaf ons derde jaar. En we hebben elkaar natuurlijk ook geïnfecteerd met bepaald gedrag. Ja. En Gerard is een hele theatrale jongen. En ik ben een hele theatrale vrouw. Beide, hij heeft natuurlijk moeten vluchten voor zijn homoseksuele gevoel. Wat hij in het begin absoluut niet communiceerde. En ik ben gevlucht voor de verkrachtingen thuis. En de schaamte over seksualiteit. Dus wij hebben beide een soortzelfde route bewandeld. En dan krijg je natuurlijk... Dan kom je ook losgekoppeld van je gevoel. Van je gevoel voor eigenwaarde en gevoel voor wie ben ik. En dan probeer je overcompenseren, zeg ik het goed? Ga je leuker doen dan je bent. Omdat je denkt, dan is er nog iets over. Ja. En je maakt het leuker. Je maakt het leuker, want ja, leuk was het niet. Dus je moet het, dit is als je moet zelf je slingers ophangen de hele tijd. Je hebt geleerd om het leuker te maken. Ja. En dat anderen in zo'n zelfbewuste, geëmancipeerde, sensuele vrouw... geen misbruik kind zomaar zien, dat begrijp je heel goed. Ja, dat heb je heel snel door. Dus als ik de eerste ben die een grap maakt over seksualiteit, dan is het klaar. Ah, ja. Dan ben ik niet meer te kwetsen, want ik straal kracht uit. Ah, ja. Ik ben natuurlijk hartstikke te kwetsen. Ja. Want ik heb het nog een paar jaar terug, stond ik gewoon ergens... en iemand knijpt gewoon in mijn tieten, ik doe helemaal niks... Terwijl, ik heb zo'n vriendin die... meteen, dat je, oh, dan ben ik zo jaloers. Meteen, boem, bovenop. Jij bevriest. Maar ik bevriest. Ja. Ik ga gelijk weer in mijn oude patroon. Ja. En dat vind ik echt heel erg. Nog steeds is dat heel erg. Dat is het ook. We gaan met de studenten praten. Er zitten hier studenten van social studies, van toegepaste psychologie, verpleegkunde, pedagogiek, nog een paar andere domeinen. Zijn er vragen die niet gesteld mogen worden? Dat is wel heel... Nou, of ik een presarium heb, of ik van grote lul. Nee, natuurlijk, er zijn een heleboel vragen. Kijk, in principe is een vraag nooit impertinent. Een antwoord kan soms heel impertinent zijn. Dus ik maak me vooralsnog geen zorgen. En ik zal proberen te bedenken dat ik soms gewoon zeg, daar geef ik geen antwoord op. Dankjewel. Studenten, aan jullie. Ja, ga staan als je een vraag wilt stellen. Wijs ik iemand aan en dan komt de microfoon naar je toe. Hi. Ik ben Joey, ik doe leraar pedagogiek op hier Fontys op Eindhoven. Ik had heel erg de vraag, wat voor effect heeft geweld gehad op jouw eigen ontwikkeling? Oeh,
Ja, geweld. Dat is natuurlijk in alle vormen heb ik dat meegemaakt. Zowel psychisch, emotioneel, fysiek. En ik reageer zoals elk ander mens. Angst. En je probeert te voorkomen. Dus je gaat van tevoren zorgen dat de situatie niet meer gecreëerd wordt. Dat dat gebeurt. En vooral niet eens voor mezelf. Want ik verhardde en ik dacht, oh, daar kan ik wel aan slaan. Maar dat doet me niet. Maar mijn 5 jaar jongere zusje laten slaan, dat was een ander ding. Dus je wordt ook heel beschermend en opofferend. De zelfopoffering is heel groot als je in een gezin zit met een misbruikverhaal. Je offert je op. En dus verhard je. Totdat je helemaal niks meer voelt. Ik heb jarenlang nog in mijn volwassen leven, dan stoot ik mezelf aan de tafel en dan voelde ik bloed lopen. Dat, nou joh, maakt het uit. Dat doe ik straks wel. Heel, heel, heel erg niet goed. Voel je dat fysiek ook niet meer dan? Ja, je voelt het wel. Je denkt alleen maar, oh, nou en? Gewoon. Je negeert het. Net zoals dat je het vroeger negeerde. Daarom is het ook zo gevaarlijk. Plus het geweld accepteren betekent ook dat je dat ook intrinsiek accepteert. Dus mijn hand gaat soms ook sneller dan ik wil. Ik weet toen mijn zoon wat flikte. Dat ik een beetje dang deed. En dat ik dacht, oh, nou doe ik het zelf ook. Of het erg. Ik gaf gewoon een klap. Nou, ik wist helemaal niet dat ik dat kon. Reflex. Reflex, ja. Omdat het intrinsiek ook bij je verklonken zit. Dankjewel. Ja. Deze kant hier. Het grote Jeroene West. Ja. Hi, ik ben Shinna. Ik studeer sociale studies. Sorry, ik moest even nadenken. Heb ik ook wel eens wat gehad. Ja. Mijn vraag is best wel persoonlijk. Dus ja, als je nu wil antwoorden, prima. Maar hoe ga jij om met intimiteit? Heel goed. En dat mag je juist vragen. Want intimiteit is iets heel anders dan de perversiteit waar ik mee te maken heb gehad. Dat is juist het vervelende, dat mensen dat vaak verwarren. De perversiteit heeft er niet eens naast gelegen, naast de intimiteit. De intimiteit is van mij, tussen mij en degene van wie ik hou. En dat heb ik opnieuw moeten ontdekken, weliswaar. Maar dat was voor mij het bewijs dat ik eigenlijk niet geschonden ben door die perversiteit. Ik heb het meegemaakt, ik weet wat het is. En me no like no. Maar intimiteit is het meest waardevolle wat er is. En koester ik zeer. En heb ik in alle vormen en soorten en maten en gevoelens proberen te doorgronden, snappen en ervaren. Dat moet je nooit vergeten. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Is dat een antwoord? Oh. Nou, ja, zeker, dankjewel. Dat is een geweldig mooi antwoord. Ik wil je nu vragen, op dit moment in het gesprek, of je op pagina 70 een korte passage voor wilt lezen als het jou voor de eerste keer overkomt. Met andere woorden, als je voor de eerste keer getroffen wordt door het beeld. Dat heeft verder helemaal geen introductie nodig. Wil je stemmetjes of wil je gewoon? Wat denk je zelf? Ja, ik kan ook veel lezen. Je had een afspraak met jezelf gemaakt. Ja, ik had een afspraak. En als het te spannend wordt, dan blijven we toch gewoon, ja, dan blijf ik gewoon naar je luisteren. Ik blijf gewoon rustig. Sorry hoor. Ja. Ik ren de ouderslaapkamer binnen, maar op het bed ligt niemand behalve Ben Kuit. Hier, dit wilde ik je even laten zien, zegt hij met een schorre stem. Een stem die ik niet herken. Ben Kuit slaat zijn deken terug en nu zie ik pas dat hij geen pyjama aan heeft. Hij ligt helemaal bloot in bed. In het halfdonker van de slaapkamer zie ik zijn bolle buik op en neer gaan. Ik zie zijn harige benen, maar mijn blik wordt vooral naar zijn piemel getrokken, die rechtop staat tussen zijn benen, trillend met een rode kopper bovenop. Ik heb nog nooit zoiets gezien, het stoot me af en het fascineert me tegelijkertijd. Mooi hè, zegt Ben Kuit. Weer die rare heese stem. Je mag er wel even aan zitten hoor. Die opmerking verrast me. Aanraken was niet in me opgekomen. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin dat ding aan te raken. Zonder iets te zeggen doe ik een paar stappen achteruit. Nee, 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 dank je, zeg ik. Dan draai ik me om en ren terug naar mijn slaapkamer. Jolanda, mijn zusje, ligt in haar bed te lezen. Ik kruip bij haar onder de deken. Gaat het wel? Vraagt Jolanda. Ze veegt mijn haren weg en ze kijkt me onderzoekend aan. Je kijkt alsof je iets engs gezien hebt. Ik zeg niks. Oh nee, ik knik. En ik ben te bang dat ik dan in huilen uitbarst. Wat
ging er door je heen toen ik dat las? Ja, ik vind het echt eng als je het voorleest. Ja, is het echt eng? Ja. Het is ook echt een hele rare ervaring. Het is ook zo'n... Want mensen zeggen, hoe weet je dat dan nog? Je was, je was maar 7. Maar dat vond ik dus ook een hele goede les. Toen iemand zei, traumatische herinneringen, die branden erin. Die hebben zo'n impact, dat daar wordt een apart kamertje voor in je hersens gereserveerd. Die moet je onthouden, want dat zijn eikpunten. Dus als ik me soms zo voel, dan weet ik ook, fout. Want die gaat meteen ook naar dat kamertje. Dus als iemand te dicht bij me komt en opeens begint over... Nou, dat ziet er lekker uit. Dan gaat dat kamertje meteen open en dan gaat die herinnering meteen bij. Dan weet je ook, oké, klaar. Ik ga even... Nou, het ontzettend leuk. Ik ben even een momentje en weg. Weet je, soms dan is dat, dus dat helpt je om jezelf te beschermen. En nogmaals, dus kom je op veiligheid. Je moet veiligheid creëren. En zij gaan uiteindelijk allemaal werken met mensen die dit soort ervaring hebben. En dus veiligheid is een van de belangrijkste tools waar je mee werkt. Je noemt hem trouwens consequent, dat vond ik ook fascinerend, in het boek Ben Kuyt. Dat is zijn voor- en zijn achternaam, dus dat klopt. Alleen door het te blijven doen, is het net alsof je hem depersonaliseert. Alsof het geen mens meer is. Nee, is ook een klein beetje zo. Nee, maar alles wat je koestert in het woord vader, hoort niet bij hem. Nee. En alles wat je, als je het alleen Ben noemt, dan wordt het opeens alsof het een vriend van je is. Ja. Klopt niet. En hij, hem, de dader, vind ik dan ook, dat vind ik veel te afstandelijk. Ja. Hij heette Ben Kuyt en het was een naam die ik heel lang niet kon horen. Gewoon omdat het elke keer meteen iets triggerde. En door hem gewoon op te schrijven, is voortdurend duidelijk hij. Hij deed het. Hij. Je kan niet in dit verhaal zeggen, nou, je vroeg er ook wel een beetje om, hè? Dat is natuurlijk wat mensen gewoon toch, omdat ze me nu kennen. Ja, maar je bent toch ook een hele wulpse vrouw? Denk ik, wat heeft dat nou te maken met een kind van 7? Doe van normaal. Ja, je mag... Hallo, scheid even de wegen. Mensen zijn raar. Klinisch psycholoog Iva Bicanic van het Centrum voor Seksueel Geweld, zegt iets in de Universiteit van Nederland over dat geheim. Dat geheim wat je met je meedraagt. Kijk eens of je haar mening deelt. Okay. Bij seksueel geweld denken de meeste mensen aan de man in de bosjes. Zoals de Utrechtse serieverkrachter. Want voor dat plaatje, daar zijn we het meeste bang voor gemaakt. En daar zijn we ook het vaakste voor gewaarschuwd. Vaak als kind al. En ik begrijp het ergens ook wel, want het is gruwelijk om zoiets mee te moeten maken en doodsangst te ervaren. Dat is ook vaak wat ik terughoor van patiënten die dit soort gebeurtenissen hebben meegemaakt. Maar het is niet het type seksueel geweld wat het vaakste voorkomt. De meeste mensen worden seksueel misbruikt door een bekende uit de familiekring of uit de vriendenkring. Dus dat kan een collega zijn, een ex-vriendje, je opa, de buurman, een stiefzus, een oppasmeisje, de pianoleraar, je eigen echtgenoot, je eigen vader. Het kan allemaal. Helaas is dat zo. En het is juist dat aspect, dat je die persoon kent, dat je die dader kent, dat je daarmee verbonden bent, wat het extra moeilijk maakt om het te onthullen. Nog helemaal los van de schuld en schaamte waar bijna alle slachtoffers van seksueel geweld mee worstelen. En de angst voor de gevolgen als het uitkomt. Ruzies in de familie, ongeloof en stigmatisatie. Nou, 50 punten. Dit klopt, hè? Ja, wij worden bang gemaakt voor die onbekende. Die hele vieze, oude, enge man is het ook altijd. En nooit je vader of inderdaad de buurman of de pianoleraar. Nee. En die zijn een stuk drukker met dit gegeven dan de vieze oude man. En dan komt, zeg zij, de schuld en de schaamte. Dat zei jij ook al. Ja. Wat komt er eerst? Nou, de schaamte komt altijd wel eerst. En die is veroorzaakt door de schuld. Dus ja, kip of tij, dat is natuurlijk... daar kan je uren over discussiëren. Maar die schaamte dat het je is overkomen, het gevoel van bevuild zijn en dat je denkt dat aan je te zien is, die is wel heel heftig. Ook als je niet zo goed weet wat er nou gebeurd is eigenlijk precies. Ik weet toen ik in de 6e klas, dat was dus nu 8e groep, lagere school, werd er voorlichting gegeven. En ik dacht alleen maar,
Weet je wel, zo gaat het niet. Jongen, 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 zo gaat het niet. Maar dat je toch heel erg probeert te spelen. Ja. En alles was onzin. En een soort van totale... Ging je ook heel een beetje giechelig doen over met een banaan. En daar een condoom overheen. En ha, ha, ha. En je hoopt alleen maar dat niemand ziet dat jij allang weet hoe het werkt. Ja. Ja. Die schaamte is echt bizar. En ook gewoon de pijn. Letterlijk de pijn in je eigen kruis. Als je naar school loopt. Dat is echt niet fijn. En dat denk je toch. Ik voel het. Dus jij moet het toch zien. Maar niemand zag het. Maar je schaamt je helemaal kapot. En je hoopt ook dat ze het niet zien. En je hoopt dat ze... En tegelijkertijd is er een groot verlangen... dat iemand het nou eens eindelijk doorheeft. Want iemand moet het zien. Ja. Dat is wat je wilt. Ergens. Terwijl je tegelijk schaamt en schuldig voelt. Dus je wilt ook dat ze het niet zien in die paradox. Zijn er studenten die al te maken hebben gehad... met slachtoffers van seksueel geweld? En die... Ja? Mag ik jullie een vraag stellen? Van hoe je daarmee geconfronteerd wordt? Wil ik Karen zo meteen eens vragen waar je op moet letten? Dus welke signalen, wat je kunt doen. Mag ik weten wat je ervaring is? Ja, ik ben Amber. Ik heb op een middelbare school stage gelopen. En een van mijn leerlingen werd door haar ex-vriendje misbruikt, gefilmd. En dat werd online gezet. Ja. En wat heb jij gedaan? Nu ben ik ondertussen afgestudeerd. Ja. Maar toen nog niet. Dus toen heb ik eigenlijk alleen maar een luisterend oor geboden. En haar gevraagd hoe ze erin stond, zeg maar. Dat is een hele rare vraag om op die manier te stellen. Maar je wordt eigenlijk een beetje voor het blok gezet. Ja. En toen ben ik naar mijn stagebegeleider gegaan met de info van... dit is net gedeeld. En nu? En mag ik van jou weten wat... Wat ervoer jij daar? Wat gebeurt er bij je als je geconfronteerd wordt met zo'n verhaal? Ja, je weet eigenlijk niet zo goed wat je ermee moet. En wij krijgen het ook wel op school, want ik heb ook social studies gedaan. Dan krijg je ook het vak seksualiteit. Maar toch, in het moment is dat heel anders. Karen, veel mensen worden daar zo mee geconfronteerd, hè? In hulpverlening en onderwijs. En gelukkig is niet iedereen ervaringsdeskundige, dus je wordt overvallen. Wat moet je? Wat kun je? Wat is belangrijk? Waar moeten we op letten? Nou ja, laten we in eerste instantie zeggen dat het natuurlijk niet zaak is dat je zelf ervaring moet hebben om iets over te... Anders dan nee, maar bedoel, je schrikt ervan. Ja, nee, het nee, overkomt dus, je. Ja, nee, het dus, kan helemaal dus uit je scope iemand zijn. Iemand moet vertellen vanuit zijn ervaring, ja, aan de niet-ervaringsdeskundige hoe te reageren en hoe je daartoe moet verhouden. En wat je doet is eigenlijk heel goed. Je geeft een luisterend oor. En in dit geval is het natuurlijk een heel goed geval in de zin van... het was al bewezen. Het was heel duidelijk. Het werd ook geplaatst op social media. Dus de vraag, is het gebeurd? Dat is al voorbij. Wat heel vaak gebeurt is dat... wat was de aanleiding, vragen mensen. Wat gebeurde er daarvoor? En had je zelf... wat had je aan? Is ook zo'n hele... Oh. Bij de politie is dat een hele populaire vraag. Zij denkt... Serieus? Nou ja, letterlijk. Wat had je aan? Alsof je het uitgelokt hebt. En dat impliceert dus, heb je het uitgelokt? Want nee, dat willen ze niet vragen, maar dan vragen ze gewoon, wat heb je aan? Dus er zijn sommige vragen die hoor je helemaal niet te vragen. En luisteren naar wat er is gebeurd, opschrijven wat er is gebeurd... en proberen de veiligheid weer te garanderen dat het niet nog een keer gebeurt... en dat degene die het heeft gedaan erop aangesproken wordt en gecorrigeerd... daar gaat het natuurlijk om. Maar bijvoorbeeld een thuissituatie, is dan denken mensen vaak... ik kan je uit huis plaatsen, want dan ben je veilig. Maar dat is voor een kind, zeker als ze jong zijn, helemaal niet veilig. Namelijk uit huis plaatsen is super onveilig, want waar kom je in godsnaam terecht? Precies. Dan ben je weg van je moeder, van je broertjes, van je zusjes, van je spullen... van je eigen bed, van je kamer, van je privacy. En die vader eruit gooien, dat kan natuurlijk niet, want het is... dan is het jouw schuld. Ja. Weet je, dus die schuldvraag wil je niet op je dragen. En dan komt die zelfopoffering. Dus de loyaliteit, de zelfopoffering, schuld en schaamte. Het zit allemaal in het pakketje. Dus in eerste instantie is het luisteren en vragen, wat wil jij? Wat wil je? Wat is je verlangen dat wij doen? Hoe kan ik je echt helpen? Ja, want als een kind met schuld leeft en bang is dat die vader aangepakt wordt en daar weer bang van wordt, ja, dan kun je er ook bijna niet bij gaan staan te kijken met het idee van dan mag dit blijven gebeuren. Dus wat... Nee, maar dat zegt het ook niet. Nee. Maar om meteen die actie te ondernemen, okay, ja, is echt wat anders. Ja, dan ga je meestal hebben mensen zo van, haal je meteen weg. Ja. Maar dat is niet veiligheid. Nee.
Studenten, aan jullie. Wie heeft er een vraag? Hi, dag Karin. Hoi. Hoi. Ik vroeg me af, als jij nou wat woorden zou kunnen zeggen tegen jezelf als kind, zeg maar. Wat zou je dan zeggen om jezelf een soort van vertrouwen of geruststelling te geven? Ja, het zou zo mooi zijn als het zo... Wees niet bang. Het is een lafaard. Hij doet niet wat hij zegt dat hij doet. Dit hoort niet. Het is niet jouw schuld. Dat zou ik wel zeggen, ja. Het is niet jouw schuld. Hij is gek, jij niet. Dankjewel. Je zou willen zeggen wat je geleerd hebt en wat je eigenlijk pas later, veel later kunt zeggen. Dus. Ja. Achter jou mag ook nog iemand en dan gaan we naar het midden. Mijn vraag was, hoe heeft u negativiteit kunnen omschakelen naar positiviteit? Kijk, ik heb ooit bedacht dat ik net zoveel recht heb op geluk als ieder ander. En dat alles wat hij, Ben Kuyt, mij had toebedeeld, dat niet is waar ik voor ga. Dus ik heb besloten op een dag, ik heb recht op geluk, ik heb recht op liefde, ik heb recht op vrijheid, ik heb recht op seks, ik heb recht op intimiteit, ik heb recht op wat ik wil. En op het moment dat je dat beslist, en dan klinkt het altijd alsof het zo makkelijk is, dat is het natuurlijk niet, maar op dat moment voel je ook, oh wauw, dat zijn inderdaad de opties. En misschien ben ik wel geboren onder het gesternte van positiviteit, dat zou ook kunnen, want ik ben eigenlijk een heel opgewekt mens. Ik vertrouw nog steeds in mensen, ik vertrouw nog steeds in liefde, ik vertrouw nog steeds in luisteren en compassie en aandacht en samen en verbinding, godzijdank. Dus het is niet dat is niet een keuze, zo ben je of niet. En mensen kunnen je heel erg kwetsen waardoor je niemand meer vertrouwt, maar ik had het wel. En ik vond ook dat ik er recht op had. Dank u. Twee boeken. Het boek wat Arthur Chapin geschreven heeft 2012. Ja? Maar buiten is het feest. En daarna jouw verhaal nog een keer. Mijn ware verhaal. Zou je kort kunnen zeggen waarom eerst dat boek en toch nog je eigen boek? Ik vond Arthur prachtig schrijven. Dus toen hij zei, ik ga het doen, dacht ik alleen maar, wauw. En hij zei, maar dan maak ik er wel mijn eigen verhaal van. Ja. Toen dacht ik ook, prima. Want ik vond het doodeng. En ik heb een paar keer, ik heb de dingen vormgeschreven. Zo goede voorbeelden, goede beeldende beelden. En alles een beetje verteld, gewoon chronologisch. Bla bla. En hij heeft daar gewoon iets heel moois van gemaakt. Maar wel heel erg jouw verhaal. Ik bedoel, natuurlijk zijn er een paar details, maar echt jouw verhaal ook. Ja, nee, maar hij heeft er gewoon een romanverhaal van. Ja. Een meisje die, net als ik. Ja. En het belangrijkste voor mij was dat mensen begrepen hoe heftig het is. En hoe gemeen het is. En hoe als sluipmoordenaar komt het in je leven. Wat grooming is. Hoe je iemand heel langzaam verleidt bijna om te doen wat jij wilt. Ik denk dat we met een fragmentje, want het is verfilmd, maar buiten is het feest. Oh, goed zo. Met een fragmentje, misschien niet het meest expliciete moment, maar wel de spanning voelen van wat daar gebeurt. Ja. Maar oordeel zelf. Nou, Han Blazer. Dit is van je moeder en mij samen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hieperepiep, hoera! Hieperepiep, hoera! Hieperepiep, hoera! Taart. Lekker groot stuk voor het feestvarken. Mama, groot stuk, klein stuk? Klein. Klein stukje van mama. Zo. Marta wil denk ik ook een heel klein stukje, niet? Doe maar lekker groot. Hé! Hey. Zitten. Dat is niet gezellig als iedereen wegloopt. Ik,
Ik weet niet of het belangrijk is of het iets autobiografisch heeft, maar vooral de sfeer en de spanning. Is die treffend? Ja, die spanning was ook bij ons zo verschrikkelijk groot. Het is natuurlijk altijd heel grappig als het een ander verhaal wordt, dan denk je toch, ik denk altijd, oh, dat valt nog mee, wat een mazzelpikkie. Want wat valt hier mee? Nou ja, het was nog vele malen erger. Wat was er erger? Ja, de agressie, de taalgebruik, het dwingen, het gewoon bij je armen neer, de pijn, de fysieke pijn en ook de gemeenheid. En het was echt heel gemeen. En nou goed, daar zat jouw moeder bij. En zoals Gerard in het begin zegt, nooit een sorry. Is dat nog wat lastig is? Ja, dat is meer zijn hang-up blijkbaar. Maar niet van jou? Nee, hoe kun je... Ik bedoel, mijn stiefvader zei letterlijk in de rechtszaak... Ja, edelachtbaar, het is gewoon net als roken. Als je er één keer aan begint, dan hou je er nooit meer mee op. Toen dacht ik, okay. Dat zei hij in de rechtszaak? Ja. Dan, als ik verword tot een sigaret... dan als een soort van quasi-verslaving... Ja, hoe kan je dan van zo iemand verwachten dat hij zich... überhaupt kan begrijpen dat een sorry misschien wel aardig was geweest... Maar ik bedoel ook van je moeder. Ja, mijn moeder heeft zo vaak sorry gezegd. Mijn moeder, zeker, dat vond ik ook heel mooi toen ze op een sterfbed lag. En ze wilde heel graag mij apart spreken. En elke keer zat er weer of een zus erbij of een vriendin. Daar kwam er weer iemand binnen. En zag je dat, denk ik, oh. Dus we hebben geloof ik misschien 10 minuutjes gehad met z'n tweeën. En toen heeft ze nog met tranen in haar ogen. Ik heb zo'n spijt van wat er allemaal gebeurd is. Ik vind het zo erg dat ik niet heb kunnen doen wat ik had moeten doen. Want ze wist natuurlijk heel goed, ze had ons moeten beschermen. En moeders zijn natuurlijk superbelangrijk bij misbruik van kinderen. Het is natuurlijk een bijzonder kordaat moment geweest. Het moment dat jij jezelf hebt laten betrappen. Ja, en dat was echt heel moedig hoor. Want ook dat had ze kunnen... En ik realiseer me goed dat dit geen wijze les is aan kinderen die dit overkomt. Zo gemakkelijk is het niet. Nee. Maar kun je zeggen wat jou het inzicht gaf om daar te doen wat je deed? Het interesseerde me geen hol meer. Mijn eigen vader was dood. Mijn moeder was onmachtig. Mijn zusje was onmachtig. Iedereen was onmachtig. En ik dacht, tyfus. Tyfus. Een heel simpel woordje eigenlijk. En je hebt gezorgd dat toen je misbruikt werd, dat je moeder kwam kijken. Ja, het was de zoveelste nacht. Want hij werd ook steeds brutaler. En... ja, dan ging ik weer. Jongen, dit houdt nooit op. En als ik niet wilde, dan werd zo'n schoon mijn bed gepakt. En dan werd hij gewoon zo omgegooid. En dan flikkerde ik op de grond. En zei de volgende keer gewoon zelf komen. En ik dacht, hoi. En op een gegeven moment wil je niet meer. Je bent murf. En ik wou gewoon niet meer. Dus dan ging hij weer heel interessant liggen doen onder de lakens. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga gewoon te veel lawaai maken. Kijken wat ze doet. Dus ook, dat is ook wat... misschien, ja, juist door dat gevoel dat mijn vader was overleden en er niet meer was. Ja. Dat je wist dat ik degene moest zijn. En ik voelde me wel altijd best wel gek genoeg heel sterk. Sterker worden, steeds sterker. En ik zag iedereen om me heen steeds zwakker worden. En ik dacht, iemand moet dit toch gaan doen. Dat kan toch niet langer. Waar kwam die kracht vandaan in die situatie? Ik was gewoon woedend en murf. En ik had het gehad. En ik was ook volledig koud. En totaal... want dat is de grootste straf, dat vond ik echt heel leuk bij hem. Als ik zo kijk, wacht even. Dat verdroeg hij niet echt. Ja, want dan hebben ze geen macht meer. Want dan komt het ook niet meer binnen. Want dan is de aandacht, de echte aandacht is weg. En soms zijn dat soort hele kleine trucjes kunnen enorm helpen. Om je kracht weer te vinden. En die had ik ook nodig. Ik voel het. Mm-hmm. Dank je. Leuk dat je er bent. Wederzijds, studenten. Ik ben Esmee en ik doe social work. En mijn vraag was, hoe kijkt u naar de hulpverlening? Want heeft u hele slechte ervaringen mee of juist goede? In mijn jeugd was het heel slecht. En de enige hulpverlener die wij kregen, die heette Andy. En die vertelde ons dat het toch wel heel mooi zou zijn als ons gezin bij elkaar bleef. En dat we toch vooral aan heling moesten denken. En toen die man weg was, zei mijn moeder echt letterlijk, nou, die hoeft nooit meer terug te komen. En dat vond ik een hele goeie. Dus mijn ervaring is zo slecht. En mensen hadden zo geen idee waar wij het over hadden. En wat er werkelijk aan de hand was.
Veel later heb ik een hele goede psychotherapie gehad en een geweldige psycholoog die echt luisterde. En dat heeft me enorm geholpen, maar toen was ik al 27. Maar toen ik jong was, was het echt, nou, ik vond het echt erbarmelijk. Dankjewel. Oké, bedankt. Hij mag naar achteren, naar je collega. Ja, dankjewel voor je openheid. Ik hoor heel veel schaamte en schuld in je verhaal. Hoe heb je geleerd om van jezelf te houden? Dat gaat heel langzaam. En dat is nog steeds een ding. Want als ik iets fout doe, of weet je, in mijn hoofd fout denk, dan is het weer gsh, dan gaat de zweep weer over. Maar ik heb wel geleerd, als je niet van jezelf houdt, dan kun je ook niet van iemand anders houden. Of dan kan iemand ook niet van jou houden, omdat je het zelf niet doet. Dus het is wel een weg die je moet bewandelen. En jezelf accepteren is eigenlijk al een manier om van jezelf te houden. Accepteren dat dit is wie je bent. Beter wordt het niet, slechter ook niet. En de eerlijkheid om te zijn wie je bent en dat maar gewoon oké genoeg te vinden, is al een hele goede stap in de richting. Maar het is best leuk om van jezelf te houden. De film, ja. Maar buiten het feest, is gemaakt door regisseur Jelle Nesna. En hij heeft ook een verleden waardoor hij deze film per se wilde maken. Luister even mee. Ben ik misbruikt, maar als je het boek van Karen Bloemen hebt gelezen, dan was dat veel bij mij ontzettend mee. Mijn lichamelijke integriteit is nooit geschonden. En dat was iets wat mij mijn leven lang toch heeft achtervolgd. Laat staan als je dat hebt meegemaakt, wat Karen Bloemen heeft meegemaakt. En dus dacht ik, ja, als het mij al achtervolgt mijn leven lang, hoe moet het dan zijn als het zo heftig is als bij heel veel andere kinderen die veel erger te grazen zijn genomen. Ik ben wel, misschien wel traditioneel, zoals Aristoteles zegt, je moet altijd iets willen vertellen als je iets wil maken. En ik wil vertellen dat het belangrijk is om erover te praten. En daar gaat eigenlijk de hele film over. Dus blijf, zwijg niet, praat. Ja, door het naar buiten te brengen, word je krachtiger. Anders blijf je slachtoffer. En als je gaat praten, dan word je ervaringsdeskundige. Dan gaan mensen je daarnaar vragen. En de eerste keer praten is lastig. En hoe vaker je erover praat, hoe makkelijker je het zegt eigenlijk. En dus hoe makkelijker je het zegt, hoe meer je ervaringsdeskundige wordt en hoe minder slachtoffer je bent. Het is gewoon een geleidelijk proces. En daarom is het belangrijk dat mensen erover praten. Goed gezegd, hè? Ja, toch? Mijn indruk was, toen hij dit vertelde, dat ik dacht, misschien als je het steeds vaker vertelt, hij zegt van slachtoffer naar ervaringsdeskundige, lijkt het wel alsof je jezelf in een verhaal verder vertelt en dat het verder van jezelf afkomt. Is dat bij jou zo? Of? Nou ja, de eerste keer dat je het vertelt is het heel heftig, omdat het is bijna omdat dat fysiologische deel, dat het uit je mond komt, dat is, dat, net zoals in de psychodynamische werk, weet je, is dat het moeilijkste. Des te vaker je het doet, des te makkelijker gaat het je af. En ik zeg altijd, je moet het net zo vaak vertellen totdat je zelf denkt, heb ik het er allemaal weer over? Nou, weet ik het wel. Ja, het was ook toen ik werd natuurlijk ook door mijn stiefvader gewoon gedaagd voor de rechtbank. Met de eis dat ik niet meer zou praten over mijn incestueuze jeugd, terwijl hij al schuldig bevonden was, dus dat was een beetje gek. Yeah. Dus had ik ook allemaal rapporten en allemaal scripties en essays van studenten en van professoren die schreven van het meest belangrijke bij een ervaring die traumatisch is erover praten. En dat werd gewoon bij de rechter neergelegd. Hoezo worden dit soort studies en dit soort conclusies getrokken en moet ik mijn mond houden omdat hij het niet zo leuk vindt? Ik mag erover praten en niet alleen van mezelf, maar van de wereld, van de rechter. Niets is fijner dan dat de rechter zegt, meneer Kuyt, u heeft schuld. Dat is echt, dan gaat je hele, opeens kun je weer ademen, opeens weet je. Gaat op dat moment de schuld bij jou weg als hij bij hem komt te leggen? Definitief, ja. Definitief? Ja. Je kan het me nog zo vaak zeggen, maar op het moment dat zo'n rechter benadrukt. Ja. Hij is degene die dit heeft veroorzaakt. En dan wil dat toch niet zeggen dat het weg is bij je. Nee. Maar dat wil je heel graag horen. Nou, iedereen die je boek heeft gelezen, heeft ademloos zitten luisteren, ook geschokt. Je hebt een fragment voorgelezen, laten we zeggen, van het begin. Ik wil je vragen om nog één klein fragmentje voor te lezen. Het is pagina 103. Ja, dit is wel een mooi stukje, want jij vindt het mooi.
Nou, mooi. Ja. Na schooltijd loop ik een eindje met Marieke op. Marieke woont eigenlijk de hele andere kant op, maar ik heb zin om een extra ommetje te maken. Ik weet dat Bekuit dat niet hebben wil, maar vandaag is hij de hele middag weg naar de kermis in Den Helder. Dus, als we door het plantsoen wandelen, langs het eendenvijvertje, begint Marieke opeens zachtjes te gillen. Ze heeft haar ogen wijd open gesperd en wijst in de richting van de bosjes. Kijk die vent daar! Aan de overkant van het pad, half in de struiken verborgen, staat een kale man van een jaar of 40. Hij heeft een sportjack aan en zijn ribbroek hangt omlaag op zijn knieën. In zijn rechterhand houdt hij zijn piemel, een grauw, rimpelig slurfje, vast. Komen jullie me even hard maken, meisjes? Zegt hij, terwijl hij zich schichtig om zich heen kijkt. Oh, God, daar gaan we weer, denk ik. Zelfs in het park word ik niet met rust gelaten. Nou ja, wat moet, dat moet. En ik wil al in de richting van de bosjes lopen. Maar Marieke hangt aan mijn arm en trekt me de andere kant uit, naar het plein, weg van hier. Wat deed jij nou, Karin? Je wou toch niet echt aan die vieze man gaan zitten, zegt ze giechelig, als we weer op straat staan. Nee, niet echt. Maar als het nou moet. Moet? Hoezo moet? Ik weet eigenlijk niet wat ik daarop moet zeggen. En ik haal mijn schouders op. Je bent een beetje een rare, hoor jij, besluit Marieke. Daar zou ze best eens gelijk in kunnen hebben. Dit is gebeurd, hè? Ja. Ja. Zo. Maar toen, ik weet nog dat ik pas veel later, weet je, want op dat moment zelf denk ik echt alleen maar, oh, gaan we weer. Echt zo stom, omdat ook achteraf denk ik, waarom? Het zat zo helemaal in mijn systeem dat je, ja, dat moet. Oké, gaan we, oké, dan klaar. Mijn oom stond ook zo naast mijn bed met zijn lul in zijn hand. Dus ja, wat maakt het uit, jongen? Verder nog iemand? Weet je, je wordt murf. En door dat voorval realiseer ik me pas dat blijkbaar niet iedereen diezelfde reactie had. Dat blijkbaar het niet normaal was dat dat dus moest. Dit is allemaal nu opgeschreven. Zelfs het ware verhaal. Is nou met het opschrijven van het boek en alles wat je erover verteld hebt, is daarmee nou jouw boek spreekwoordelijk gesloten? Of ligt het nou levenslang open? Kijk, mijn levensverhaal is natuurlijk nooit gesloten, want I'm still alive. Dat is echt zo, ja. Dat is leuk, hè? Zo. Maar kijk, het punt is, bij het boek van Arthur Chapin waren er nog steeds vragen. En mensen hebben blijkbaar bijvoorbeeld een enorme behoefte om te weten hoe vaak dan. Zij denkt, het maakt natuurlijk echt geen reden of het nou 1 keer is of 10 keer. Het is geen wedstrijd. Jelle Nesda, die praat over fysieke integriteit. Op het moment dat die geschonden wordt, dan raak je iets heel essentieels kwijt, namelijk je fysieke integriteit. Ja. Dan is het stuk. En als jouw nee gecorrumpeerd wordt door niet geaccepteerd te worden als een nee, gaat het stuk. En voordat je dat weer gefixt hebt, voordat je weer het gevoel hebt dat je één bent en dat jouw nee weer net zoveel waard is als jouw ja, en net zo waardevol is, dat duurt echt heel lang. Ja. En mensen wilden zo graag weten hoe vaak en wat dan precies. Maar wat is er dan met jou gebeurd? Ik denk, Jezus, nou is het nog niet duidelijk. Dus dat ik ga alles letterlijk opschrijven. Letterlijk, stap voor stap, dit is er gebeurd. En dat had voorkomen kunnen worden als mensen op iemand tijd aan de bel hadden getrokken. Iemand. Als iemand had gezegd, jongens, dat gaat helemaal fout. Ja. Als een oom had gevraagd, wat is er aan de hand? Vertel, je bent bij mij veilig. Ik doe niets, vertel alleen. Maar mijn ooms, iedereen deed me net alsof er de buren, mijn ooms, mijn neven. Ja, ik dacht wel altijd, want het gaat niet goed. Hè. Maar wij praten zo in Noord-Holland, sorry. Ja, heb je er wel een handje van, ja. Nee, maar snap je? Dus niemand doet iets. En dat is onze verantwoordelijkheid, niet alleen in ons eigen leven, maar ook naar onze buren en naar de kinderen met wie we werken. Wij hebben de verantwoordelijkheid om te luisteren, te signaleren en dan te bedenken, hoe kan ik dit kind helpen? Studenten, we gaan naar de laatste 3 vragen. Die stonden net al. Jij mag de microfoon geven aan de eerste. Karin, vraag. Ik ben schoolmaatschappelijk werkster op het voortgezet onderwijs. Wat hadden wij op school aan jou kunnen zien of aan jou kunnen merken? Welke signalen hadden we mogelijk op kunnen pikken? Je had kunnen zien dat ik enorm gespannen was. Enorm zenuwachtig, enorm bang voor straf en kritiek.
enorm braaf. Dat ik altijd te lang op school bleef, wat helemaal niet nodig was. Nee, ik help nog wel even opruimen. Nee, ik blijf graag nog even na. Is er nog niet een cursus die je kan doen? Want ik wil wel heel graag... Is het niet belangrijk dat ik ook even het schoolbord nog schoonmaak? Dus als kinderen heel graag nog even blijven, willen ze blijkbaar niet heel graag naar huis. Dus ik bedoel, ik was ongeveer het enige kind in de hele klas die graag naar school ging. Want daar was ik veilig, eindelijk veilig. Daarom was ik zo blij met het atelier, want ik lekker veel lessen. Ik leerde heel graag heel goed. Mooi, dank je. Mijn naam is Randy, ik doe niveau 4, social work op Suma. En ik vind u heel erg een dappere vrouw. Echt mijn respect, wat u meegemaakt heeft, dat is echt niet normaal. Ik heb zoveel vragen, duizenden vragen, maar we houden het kort. Ik heb persoonlijke vragen aan u. Na hoe lang heeft het geduurd voordat u echt vertrouwen had in een man, want u bent waarschijnlijk wel getrouwd, u heeft kinderen. Hoe heeft u dat eigenlijk een vertrouwen gevonden in een man? Ik heb altijd het grote talent gehad dat ik heel erg verliefd kon worden. Maar zo verliefd echt. En dan heb ik alle vertrouwen om dan vervolgens... Weet je karma zit dan een toefje in de weg. Het zat eigenlijk nooit bij de relaties. Het zat veel meer bij de mensen met wie ik bijvoorbeeld werkte. Dus ik heb een manager gehad die zo failliet ging dat ik dacht, volgens mij was dat mijn geld. Weet je wel, ik wil zo graag vertrouwen, omdat ik het vertrouwen in het leven niet wil kwijtraken. Dus dat was er eigenlijk altijd, gek genoeg. In de liefde, in de intimiteit, was het een zoektocht. Maar ook daar heb ik altijd heel veel vertrouwen in gehad. Want het leven is goed. En het leven is mooi en het is het zeer waard om geleefd te worden. En u heeft zelf ook kinderen? Ja. En, nu moet je echt, je hebt 1000 vragen, zei je. Ja. Je mag één vraag stellen en jij mag één antwoord geven, in één zin. Was hij heel extra... Wauw. Ik was heel voorzichtig. Voorzichtig met uw eigen kinderen, wat u zelf heeft meegemaakt? Nee, helaas kun je denken dat je heel voorzichtig bent met je kinderen, maar het leven leeft zich. Dus ook mijn kinderen maken mee wat ze mee moeten maken. En dat gaat natuurlijk. Ik ben niet bang aangelegen, omdat ik ooit besloten heb dat ik niet meer bang wil zijn. En natuurlijk probeer je voorzichtig te zijn. Ik vond het allermooiste om mijn kinderen zorgeloos hun jeugd te hebben zien meemaken. En dat ze ongeschonden in die eerste 12 jaar zijn doorgekomen. Daar was ik al zo dankbaar voor. Maar ik vertel iedereen nu al, zodra een kind naar de middelbare school gaat. Zodra de hormonen op gaan spelen. Zodra de liefde om de hoek komt kijken. Moet je nog meer opletten. Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Oké, dankjewel. Dit heb ik volgens mij nog nooit gedaan, maar voordat we afsluiten, ik mag je zo meteen de laatste vraag stellen, wil ik jou, voordat we afsluiten, een applaus vragen zo meteen voor je openheid over dit thema. Ik ben echt zwaar onder de indruk dat je dit gedaan hebt, dat je dit blijft doen, dat je dit jonge mensen doorgeeft. Wat ben je toch een prachtig mens. Nou, het liefst, dank je. De laatste vraag is aan jou. De moeilijkste vraag misschien van de middag. Dat is, wie is de denkgrote student? Met andere woorden, je hebt iets moois meegenomen voor de student die jou vanmiddag groter heeft laten denken. Welke vraag, welke student zit daaraan vast? Nou ja, natuurlijk de man die over mijn kinderen begint. Dat is natuurlijk de topper. dus die mag naar voren komen. Die mag naar voren komen. Kom jij? Ja, baby. Zeg nog één keer als je wilt je naam en van welke opleiding je bent. Mijn naam is Randy. Mijn opleiding dat is social work. Social work. Karin, waarom heeft Randy vandaag de eer om de Denk Groter student te mogen zijn? Omdat Randy zo slim was om mijn kinderen te noemen. En dan word ik altijd meteen een emotioneel watje. Plus dat het daarom gaat. Het gaat al lang niet meer om mij. Het gaat om de generatie na mij. Het gaat om de kinderen nu. Om de pijn nu. En daar moeten wij allemaal voor gaan zorgen dat dat beter gaat dan in mijn jeugd. Dankjewel. Nou, jij krijgt, Randy, de boeken van Karin. Je krijgt eeuwige roem. Yay! Zometeen wordt de Denk Groter foto ook nog van jullie gemaakt.
Maar het allerlaatste mooie applaus vandaag is natuurlijk voor onze gast Karin Bloemen. Dankjewel.